Dat je zegt dat een kind vanaf 16 al zonder verklaring van de dokter of een psychiater gewoon uit zichzelf kan zeggen, morgen ik ga naar het gemeentehuis en ik ben in één keer geen jongetje maar een meisje. Terwijl hij daar met niemand over heeft gesproken, geen arts of deskundige. Dat is toch totale gekkigheid. Dat heeft niets te maken met die echte transseksueel die met goede overwegingen naar medische adviezen en wellicht ook operaties dat heeft gedaan. Daar heb ik alle respect voor. Maar een kind van 16, wat gewoon op 4 uur 's middags zegt, ik ga naar het gemeentehuis. Ik heb met geen arts gesproken. Ik heb met geen psychiater gesproken. Dat is het voorstel van uw eigen fractie. Een amendement wat uw fractie heeft ingediend. En ik wil nu zeggen dat ik geen jongetje maar een meisje ben. Wat is het? Morgen ben je een kameel, overmorgen een dromedaris.